In Ontdek je gekje gaan we iedere week naar een willekeurig dorpje ergens in Nederland op zoek naar het dorpsgek. Deze week zijn we in... Ursem! Ik ben op zoek naar het dorpsgek van Ursem. Oh sorry, dan ben je helemaal verkeerd, want ik kom hier niet vandaan. Ik ben op zoek naar het dorpsgek van Ursem. Dirk de Jong. Dat is verhuur. Voor iedereen zit hij zijn eigen in. Hij zit de hele zondag op het voetbalveld. Maar hij ook koffer op die leeftijd. Hij doet de tuin bij het bejaardenhuis. Hij is vrijwilligersvereniging bij de tennisvereniging. En, ja? Ja, het is gewoon een beetje het is een apart figuur. Nou ja, het is een oudere man dus. Hij is al wel tegen de 80, nee. Nou, en hij 77. Ja. Hij fietst altijd. En hij heeft altijd wel een bezem en een hark en zoiets bij hem. Ja. Hij gaat over dat te werk, hè? Ja, hij is aardig in de weer nog steeds, ondanks zijn leeftijd. Ja. Maar... En ik zie hem wel eens. En af en toe houd ik mijn hart vast, want dan denk ik dat hij met fietsen al omvalt. Dan gaat hij zo langzaam, dan denk ik, oh ja, als het maar goed gaat. Piet Voland. Ja? Hij rijdt altijd in oranje overal. Heb altijd oranje klomp aan. Oh ja? Is helemaal gek van voetbal. Doet heel veel voor de jeugd. Ja. En waar voetbal is Piet. Oh ja. Iedereen kent Piet. Piet! Wij zijn op zoek naar het dorpsgek van Ursem. Oh, dat ben ik niet hoor. Nee! Ik wou alleen vragen of u het wist. Wie is dat volgens u? Dat was mijn man. Niet! Ja, dat was een dorpsfiguur. Was dat een dorp, hoe heette die? Immink, Arie Immink. Hoe? Arie Immink. Arie Immink. Dat was een dorpsfiguur. Ja, waarom? Omdat hij in alle verenigingen zat en overal. Was hij lekker druk bezig? Altijd bezig, ja. U bent heel onrustig vanwege dat gehakt, geloof ik. Ja, nou ja. Zullen we het even omroeren dan? Ja. Nee, wat gezellig. Lekker, hè? Daar heeft hij omgeroerd. U zegt dus Arie Immink, dat was uw man. Ja. Maar goed, die is er niet meer. Nee. Ligt hij hier begraven, bij de kerk? De katholieke kerk? Oké. Okay. Volgens Riet was haar man na de dorpsfiguur. Alleen ja, Arie, haar Arie of Adrianus, die is er niet meer. Ik ben een dorpsgek, dat zal toch niet? Dirk de Jong. Wat maakt hem zo typisch? Misschien nou is dat ja, beter... omdat hij zich niks van iemand aantrekt. Zou hij weer op de koffie mogen? Nou, liever niet. Huh? Waarom niet? Hij is moeilijk weer weg te krijgen. Hij komt wel, maar hij gaat niet meer weg. Er zijn drie namen genoemd. Adrianus Immink, Piet Polane, maar echt met stip op één, Dirk de Jong. Oké, we zitten hier te lunchen bij de hervormde kerk van Ursem. Je had net die Rooms-Katholieken, dit is de hervormde. Komt uit 1848. En dan komt een man net langs lopen die echt aan de beschrijving voldoet. Hij is hier om de hoek. Kom. Meneer? Mag ik iets vragen? Bent u Dirk de Jong? Nee hoor. Nee? Wie bent u wel? Ik ben Broertjes. Oké. Goedemiddag. We zijn op zoek naar Dirk de Jong. Naar Dirk de Jong. Waar kunnen we die vinden? Thuis. Waar is dat? Over de brug. Ja? Rechtdoor. Kom je op een gegeven moment op een rechtsaf een klein bruggetje. Ja. En dat vierde huis, denk ik. Vierde huis. Want daar Dirk de Jong, de voorlaatste huisje rechts. Ja, ja? Vaak om deze tijd is hij aan het schoffelen bij deze of geen. Het zou ook best kunnen zijn dat hij hier het bejaardentehuis ziet. Bejaardentehuis? Ja. Dirk Jong! Goedendag. Bent u Dirk de Jong? Ja, helemaal man. Ik ben Chris Siewels. Ja. Van Sixpack. Oh. En ik heb vandaag de hele dag naar u gezocht. Ja. Wist u dat? Ja, nee. Mogen we heel even buiten met u staan? Ja. Volgens alle Ursemmers bent u de dorpsgek. Ja, dat ben ik wel. Waarom denken ze dat? Nou, ik heb van die jaren beguren, weet je wel. Ja? En halverheid. Dirk op de fiets wel belde, dan weet je het wel. Dat gaat niet zo snel. Moet mijn fiets even bij aan, hè. Nee, maar de fiets komt straks wel. Nee, en dat gaat er niet zo snel, weet je wel. Ja. En ik was overal een bak vertellen, weet je wel. Altijd een bak moppen vertellen, hè? Ja. Dat doet u graag. Heeft u nog een goede mop? Ja. In de camera? Ja, waarom zwemmen die vissen in België achteruit? Waarom zwemmen de vissen in België achteruit? Ja. Geen idee? Nou, omdat ze anders gaan ze water in de ogen.
Je bent heel druk baasje ook. Ja, u bent een heel druk baasje. Ik ben een heel druk baasje. Ja. Ja. Met tuinieren, met ja. EHBO, ja, polstok springen, schijn je ook, schijnt ja. u ook... Verspringen, zo weet je wel. Zo. Wow, je hebt geturn vroeger. Oké. Hey, en ik, hoe oud bent u? Ik word 80 jaar. Je wordt 80, wanneer? Ja. Augustus, 26 augustus. Ik vraag me af, zouden we met u naar uw huis even kunnen rijden? Ja, die piepboer, wat is dat hier een feest? Al is er nog geen jaar en boven was geweest. Die piepboer, wat is het hier een moer? We zongen het refijn. We gaan nog niet naar huis, we gaan door de vloer. Zo gebeurt. Oh nee, zo open. Dirk de sigaar, die wordt 80 jaar. Ja. Dirk, de sigaar. We hebben wat te vieren. Heb je nog meer sigaren? Ja. Mag ik een sigaartje van je? Ja. Dirk sigaar, ja. Ik hou mijn pet ook op, zo. Ja, ik ook. Ja, ik ook, zo. Wat voor dikke man. Ja. En ik heb een hoop meiën gemaakt. Ja, twee. Voordat we verder gaan. Dirk, ik wil je feliciteren met deze prijs. Ja. Want jij bent de dorpsgek. Ja, ben ik zeker. Van Ursem. Ja, ik dank je vriendelijk. Ja.